ik kreeg eigenlijk heel veel liefdesverklaringen. En dat is, vond ik zelf wel een beetje opvallend. Omdat ik zelf de Enschedeën, om het maar even te noemen, heb leren kennen als iemand die eigenlijk heel erg gereserveerd is tegenover zijn eigen stad. Om niet te zeggen, gereserveerd is dan een net woord. Je zou kunnen zeggen een soort zelfonderschatting. Maar wat ik eigenlijk bedoel is gewoon een enorm minderwaardigheidscomplex. En om dat te illustreren, ga ik u een stukje voorlezen uit het nawoord van het boek. Trouwens, toen ik 2 jaar geleden het eerste idee kreeg om het boek te maken met de 053 leukste plekken, toen zei een vriend van mij, die komt uit Hengelo, notabene. Hengelo en Enschede is voor de outsiders, dat is water en vuur, wat de buren Russisch. Laten we zeggen, Hengelo is een beetje nog een soort lichtpuntje voor Enschede. Als het gaat om uitzichtloze situaties, dan heb je altijd nog Hengelo als Enschede. Hengelo is in de zaal, Hengelo is in de zaal. Maar die zijn wel gekscheren van, nou je kunt het boek beter de 0,53 leukste plekken van Enschede. Ik heb de winnaar een hele grote letters. Als het goed is, even kijken. Laat eerst een filmpje van de genomineerden zien. Ik start een filmpje. En dan mag jij deze envelop openen. En dan mag je die voorlezen. Zo, mag dat. En de winnaar is. Maar goed, ik heb geleerd dat je dat altijd even spannend moet maken. Ik ben Jeroen Hartenboy, ik ben wethouder van talent en stedelijke ontwikkeling. Dus ik voel me ook wel op mijn plek eigenlijk als ik dit zo mag verkondigen. En toen ik hier naartoe liep en ik kom van de bibliotheek waar ze een fantastische tafel in gebruik hebben genomen, waar je heel goed naar het verleden van Enschede kan kijken, kan ik echt iedereen aanbevelen om dat te doen. En toen ik hier naartoe ging, dacht ik eigenlijk, als je het hebt over de mooiste plek in Enschede, gaat dat nou eigenlijk omdat het het mooiste is, omdat je het kan zien, of dat het het mooiste is dat je het kan voelen? En ik heb net even gespiekt, en volgens mij is de plek die gekozen is, komen die twee dingen samen. En ze kunnen ook nog een beetje in de ontwikkeling zijn, nou, want er zijn op die mooiste plek, zoals die gekozen is door die 3000 mensen in Enschede, en zie je dat daar nog wel wat ontwikkeling mogelijk is. En ik denk dat toch, juist omdat die emotie en het zien samenkomt, dat de keus bepaald heeft van die 3000 mensen. Dan zullen jullie afvragen welke plek is dat dan. Ik ga even één keer kijken of ik het echt goed gelezen heb. Ja, ik heb het goed gelezen. Staat erbij, want er zitten, staan nog letters bij, staat erbij waarom het gekozen is? Oké, dan ga ik het gewoon voorlezen. De plek die zich volgens Enschedeërs officieel de leukste plek van Enschede mag noemen, is met 22% van de stemmen de Oude Markt. Oh, ja. Volgens mij is dat precies omdat het en mooi is. Je ziet daar nog stukken van het verleden en je ziet ook stukken van de toekomst. Je ziet ook zeg maar, de ontwikkeling van Enschede in de zin van het lelijke gebouw wat er staat, waar iedereen altijd wat over vindt. Ik weet overigens ook dat er heel hard gekeken wordt om ook dat stukje van de markt nu weer een facelift te geven. Dus het is echt in ontwikkeling.